waar. Helemaal grappig. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat het even geen gebeuren wordt en dat het beste deel niet zo erg wordt ontvangen. Nee. Ik vind het, ja, ik vind het zelf een beurtje. Ja, je hebt er wel de training op gehad. Ja, de blind of zo. Ja, ik vond het echt flauwkeur. Ja. Ja. Een beetje kinderachtig. Kinderachtig, en ik vind ze ook het even behoorlijk wat er past. Wat ze te vertellen hebben, dat hadden ze in 2 uur kunnen doen. Ja. En dan denk ik, er zijn zo'n andere bezuinigingen, dat gaat wel eens anders doen. Ja. Dat vind ik wel. Dat merk ik ook wel, dat ze ook bij de hier bijeenkomt, zeg maar, Complaintje Amerika, die kwam ook langs. En Griffin Hospital. Ik heb ook prestatie gehaald. En er waren ook allemaal artsen zo, van de eigen ziekenhuis, maar ze werden ook wel iets opgevangen. Niemand zag het eigenlijk wat in. Nee, wat is jouw conclusie dan? Je hebt het dus goed onderzoek. Ik denk zeg maar, de manager hotel, dat was eerst, weet je ook weer, van Rijnmond. Maar die kwam ook uit de hotelwereld. Maar als hij het had geleid, dan was het succes was heel duidelijk. Maar nu hebben ze een anders. Die is meer commercieel. Hij gelooft toch wel mijzelf dat ik in mijn eigen tijd meeneemt bij zo'n. Ja, ik weet het niet. Maar ja, soms is ook zeg maar. Kleedje is nu niet helemaal